Thomas Bruns en Dennis Telgenkamp zijn spelers van Heracles en komen beide uit Wierden. Maar de twee hebben nog iets gemeen. Ze trainen samen de C1 van Juventa 12 in hun woonplaats. Ja, is leuk. Je hebt natuurlijk iemand erbij die ook zelf echt veel verstand van voetbal heeft. Dus dat is altijd goed. En ja, dat is wel mooi om te doen, vind ik. Ik hoorde net al, je bent een beetje de Henry Cruijsen. Ja, ik ben meer de spelers te vriend houden en ja, ze aanwijzingen geven op de juiste manier, is de bedoeling. En nou, gaat wel aardig, denk ik. Dennis is wat meer de strenge trainer. Ja, er moet wel een beetje verschil in zitten. Dus we vullen elkaar wel goed aan wat dat betreft. En probeer het op zo goed mogelijke manier te doen voor de jongens natuurlijk. En ja, nou goed, als dat zo is, dan ben ik dat maar. Ja, Thomas is wat ondeugender vaak. Haalt vaak grapjes uit. En ja, Dennis is ook wel ondeugend, maar doet minder. En ze zijn allebei wel serieus. Dennis is keeper en Thomas is voetballer. En als trainer? Ja, dan Dennis is iets serieuzer als Thomas, vind ik zelf. Laat vallen, zonder stuit. Ja, je brengt steeds nieuwe oefeningen, waardoor je jezelf ook ontwikkelt. En ja, de jongens zijn natuurlijk helemaal geweldig als ze een profvoetballer, om het zo maar te zeggen, je training geeft. Dus dat is helemaal goed. In het begin werkt dat misschien wel in je voordeel, zeg maar. Maar ik denk, ik ken die jongens nou wel zo goed en die jongens kennen mij ook zo goed. Ja, ik denk dat dat nou wel uitgewerkt is. Ja, wat neem je eigenlijk mee als profvoetballer zijnde? Ja, niet zoveel eigenlijk. Ik bedoel, dit is ja, een stuk minder professioneel als je zelf traint. Maar goed, we proberen wel ja, alles kort te houden en de juiste inzetten te tonen, de jongens dan. En ja, het loopt wel goed, vind ik. Nou ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt op het veld, denk ik. Je moet lopen, pasen, ja, dat soort dingen. Nou, wij proberen ze vooral, zeg maar, dat ze zeg maar, elke training beter willen worden. Dat ze dat uit hunzelf gaan, zeg maar, gaan uiten. En dat proberen ze gewoon mee te geven. En, ja, als ze dat kunnen leren en gewoon iets beter worden en plezier hebben, want dat is absoluut het belangrijkste, dan ja, zijn we wel heel blij. Ja, gewoon mentaal gewoon sterk zijn en gewoon de duels in gaan en altijd serieus blijven. En ja, je mag ook wel een keer horen, maar meestal gewoon normaal, als wat je voetbal leert, gewoon rustig blijven en gewoon achteruit voetballen.